Hey, welkom bij een nieuwe les. Vandaag ga ik het hebben over techniek, vingertechniek. Er is mij gevraagd of ik daar een video over wil maken, dus dat ga ik dan doen. Oké, in deze video ga ik uitleggen een toonladder. Hoe je die kunt gebruiken bij techniek voor je vingers, voor je vingertechniek. Ik ga je een vingeroefening meegeven. En ik ga je een aantal verschillende posities op het fretboard. Dit is het fretboard. Ga ik een aantal verschillende posities op uitleggen. Zodat je een beetje kunt variëren met oefenen. Dus laten we direct beginnen. Oké, vandaag gaan we de toonladder C doen. En dit doe ik omdat dit de makkelijkste toonladder is om te onthouden. Oké, de eerste positie die ik ga laten zien begint op de derde fret en de vijfde snaar. En dat is ook gelijk de C-toon. Okay. In de C schijf mij als je als het lukt. In de C-toonladder is het is makkelijk omdat die als volgt gaat. Eerst het noot is C. Daarna komt de D. E, F, G, A, B, C. Dat is de volgorde van tonen. Oké, dus we beginnen bij de C. Derde fret, vijfde snaar. Ja, die doe je met je wijsvinger. Zorg dat je hem goed aandrukt, nogmaals. Zoals ik in de vorige video heb uitgelegd, moet hier tussen de hals en je hand moet een pen kunnen. Hou dat ook aan. Yes. Dus dat doe je met je wijsvinger. Volgende noot is de D. Ja, die pak je met je pink. Dus duim rust je achter op de hals. En dan kijken. Vijfde fret. Vijfde snaar. Yes, dat is de D. Oké, dus dan heb je al de C en de D. Waarom is het zo makkelijk? Omdat het is gewoon de volgorde van het alfabet. C, D, E, F, G, A, B, C. Het zijn acht noten. Yes? C, D. En waarom is het belangrijk? Het is belangrijk omdat je... je moet switchen. Je moet comfortabel worden met de hals. Ja, ook met je rechterhand. Maar het is vooral linkerhandtechniek. Als je links bent, dan heb je je pedaal op deze manier en dan is het je rechterhandtechniek. Maar in het geval van de rechtshandige is het je linkerhandtechniek. Oké. C, D met je pink. Ga je met je wijsvinger naar de tweede fret, vierde snaar. C, D, E. Yes, E. Dus dan heb je al C met je wijsvinger, D met je pink, C, E met je wijsvinger op de tweede fret, vierde snaar, okay. D, E, F, pak je met je middelvinger, derde fret, dus een vakje verder op dezelfde snaar, op de vierde snaar. C, D, E, F, C, D, E, F. Het is erg belangrijk om voor de grondlegging van je gitaarspel. Yes? Dus C, C, D, E, F. Dan ga je met je pink naar de vijfde fret. D, E, F, G. Yes? Dan doe je met je pink. Dan hebben we er al vijf. D, E, F, vijf. Oké, dan ga je met je wijsvinger, tweede fret, derde snaar. C, D, E, F, G, A. Ja, tweede fret, derde snaar. Dan ga je naar de vierde fret, derde snaar, met je ringvinger. Ja, dus van je wijsvinger op de tweede fret naar de vierde fret met je ringvinger. En dan ga je met je pink naar de volgende fret, dezelfde snaar.
En dat is dan weer C. Dus net als volgt. Wijsvinger, pink. Wijsvinger, middelvinger, pink. Wijsvinger, ringvinger, pink. Ja. Even een slokje ondertussen. Oké. Ga dit. Kijk een video nog een keer terug. Ga het rustig na. Kijk wat ik zeg. En ga hem toepassen. Yes, dat is de eerste wat je gaat doen. Volgende wat je gaat doen, heb je gitaar eigenlijk niet voor nodig. En dat is met al je vingers, één voor één naar je duim toe. Dus pink, ringvinger, middelvinger, wijsvinger. Dan ga je met je wijsvinger, middelvinger, yes. En zo ga je constant ga je oefenen. Doe je gewoon lekker 10 minuten. En dat kun je met beide handen doen. Yes, dus je zit aan de kant. Dus je hebt geen gitaar nodig en je gaat gewoon lekker dit doen. Yes, dit is goed voor je vingertechniek. Er zitten spieren in je vingers die dit fijn vinden. Het is echt goed voor je vingers. Yes, doe je 10 minuten lang. Simpel. Voordat je naar bed gaat, als je niks te doen hebt. Ja, het is goed voor je coördinatie. En je kunt het gaan tellen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dus dan pak je verschillende de dingen in één keer. Het is je vingersterkte, het is je ritme als je meetelt en het is je coördinatie. Yes? Dus je, zonder te kijken kun je. Misschien moet je eerst een keer kijken. Op een gegeven moment ga je last krijgen in je vingers, maar dat is niet erg. Stop je en ga je over. Dan doe je het 's avonds, doe je het nog een keer. Yes, dan is oefening 2. Volgende. Wat ik net gedaan heb met de gitaar, ik heb je deze uitgelegd. Ja. Ik kan hetzelfde geluid krijgen op een andere positie op de gitaar. En dat is namelijk op de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e fret. De E-snaar. De lage E-snaar is de 6e snaar van onder, van boven. Yes. Kom hier. Je mag ze, je ziet mij misschien naar boven en naar beneden gaan. Je mag gewoon alles naar beneden doen. Voor nu. Als je het wel kan, doe je het wel gewoon natuurlijk. Yes, het zijn dan 3 verschillende posities. Oké, dus dit is de eerste positie. Dan ga je naar de 8e fret. 6e, de hoge E-snaar, lage E-snaar. Dan pak je dus de 8e fret. 10e fret met je pink op de E-snaar. Met je wijsvinger ga je naar de 7e fret. 5e snaar, wijsvinger. Dus 8, 10, 7. Dan ga je naar 8. 8, 10, 7, 8. Op de 5e snaar. Dan ga je met je pink naar de 10e fret. 5e snaar. Dan ga je met je wijsvinger naar de 7e fret. 4e snaar. Dan ga je naar de 9e fret. 4e snaar met je ringvinger. En dan ga je met je pink 1 fret verder. Yes, dan krijg je dit. Yes, ga het rustig nog een keer na. Tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Als je niet precies ziet wat ik aan het doen ben, tel je gewoon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boom. Yes. Denk je 10 fret, waar was ik ook alweer? Tel je gewoon opnieuw, vanaf het begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ja, 2 terug is 8. Oké, dus dat is de tweede positie. Gaan we rustig nog een keer terug, voor geen haast. Alright. Waar je geëindigd bent met deze
toonladder. Dat is gelijk je beginpunt voor de volgende positie. Dus je hebt nu deze. Je hebt nu deze. Dit is gelijk je beginpunt voor de volgende positie. Zoek, als je klaar bent met deze, zoek naar, er zijn meerdere posities. Zoek deze zelf op. Ga. Oh, zelfde toon. Yes. Ga hem dan uitzoeken voor jezelf. Voor nu ga ik de laatste positie uitleggen. Yes. Dit is de 10e fret. En dit is de 3e snaar. De 4e snaar. Doe met je wijsvinger. Dan ga je naar de 12e fret, 3e snaar. Doe met je ringvinger. Dus wijsvinger 10. Ringvinger 12. Wijsvinger 1 snaar naar onder. Naar de 9e fret, dus 10, 12 met je pink, wijsvinger op de 9e fret, 3e snaar. Dan ga je met je middelvinger 1 stapje verder naar de 10e fret, 3e snaar. Dan ga je met je pink naar de 12e snaar, 12e fret, 3e snaar. Dit is de met je wijsvinger op de 10e fret, 2e snaar. Dan ga je met je ringvinger naar de 12e fret, 2e snaar. En je eindigt met je pink op de 13e fret, op de 2e snaar. Yes. Ga alle posities rustig na. Zorg dat je nogmaals je duim goed erachter, zorg dat deze hand ontspannen is. Hoe doe je dat? Kracht opbouwen. Kracht opbouwen met deze oefening. Ja? Je krijgt ten eerste gewoon kracht in je handen doordat je deze oefening doet. Je gaat spierpijn krijgen, je gaat eelt krijgen op je vingers. Maar dit is allemaal nodig als jij dat nummer wil spelen op de verjaardag van je oom. Yes. Goed, dat was de les voor vandaag. Laat me even weten in de comments wat je van deze video vond. En wat je de volgende keer wil zien. Voor nu bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je wat aan deze video hebt gehad. Ik hoop dat ik je kan helpen met gitaarspelen. Oprecht. En als je vragen zijn, beantwoord ik ze graag voor jullie. Like en subscribe. Deel deze video als je denkt dat iemand er wat aan heeft. Druk op de notificatiebel, want ik ben van plan minstens 2 video's te gaan maken elke week. En bedankt voor het kijken. Zie je later.